Hallo, ik ben kaal, ik ben een jongen. Ik ook. Maar ik heb nog wel haar hoor. Ja, niet zoveel. Goedemorgen. Nou, bijna middag. Ja. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is juni en het is heet. Het is heel heet. Het is heet. There's something about the way that you say my name. Oké, we zitten bij de campus. Het waait heel hard. En we hebben onze lekkere cocktails mee. Het zit trouwens onder de gouverneur. En we zijn hier nog nooit geweest. Op aanraden van een Ronnie klant. Van de visserij. Ja. Ik heb de zeebaars. Wat doe jij er nou maar op? Ja. Extra zout? Ja. Sjan, dat kan echt. Eet smakelijk. We zijn weer thuis. Het was wel echt een lekker en betaalbaar, heel erg betaalbaar zelfs, restaurant. En nu gaan we lekker naar bed. Het is vandaag 2 juni en wij gaan naar een bedrijf voor de opslag van onze meubels en de verhuizingen. Dus en daarna gaan we naar Kura Hulanda, dat schijnt een leuk dorpje te zijn. En dan komen we thuis en dan kunnen we nog even chillen. Thuis. Wat? Wat een mooi ding! Hier zijn we nu. Ja. Nou, we zijn in Kura Hulanda. Dit is het voormalig museum over slavernij. Nu schijnt het een dorpje te zijn met winkeltjes en restaurantjes. Ga je hier inwonen? Oh, kijk wat leuk! Ik hou echt van dit soort schattige dorpjes, ja, en dan ook met allemaal gekleurde huisjes. Hallo. Welkom bij deze dag. Ik kom thuis om 2:30 en er werd me verteld, de stroom is net uitgevallen. En niet alleen hier, nee, op het hele eiland. Een total blackout. Het is nu al een aantal uren later, dus dat is wel vervelend. We hebben een spelletje gedaan en gezwommen en gelezen. Internet doet het ook heel slecht. We hebben normaal gesproken wifi en gewoon 4G. Maar omdat de verbinding hier zo ruk is, ja, ben je gewoon heel slecht bereikbaar. En we gaan zo meteen uit eten. We zouden naar Taboes, maar die reageren niet. Dus we denken niet dat die open zijn. Dus we gaan nu naar Chocobo Hotel Resort. En ik zal jullie even laten zien hoe de huiskamer eruit ziet. Het wordt steeds leger. Maar het is nog steeds niet dat je denkt, oh wat erg. We hebben wel dingen verplaatst. Ja. En het is snoeiheet, want het is El Niño. Dus ja. Sjan, hoeveel hebben we al verdiend met het verkopen? Met onze marktplaats. 8600 gulden. Ja, echt ziek veel. We gaan naar Chocobo voor het eerst. Naar restaurant Salu. Ik zit heel Curaçao hier, omdat ze hier wel stroom hebben. Ik zie toch een toetje? Dat wil jij niet weten. Ook hier is het uitgevallen. Het is helemaal donker. We hebben alleen nog maar deze lampjes ter beschikking. Eten. Ja, 1,5 uur later. Helemaal pikdonker. En daar is wel stroom. Die zit op een aggregaat. En wij zijn net uren bij het restaurant geweest. En we hoopten dat het nu wel weer terug zou zijn. Maar helaas, we hebben nog steeds geen stroom thuis. We gaan even kijken wat we gaan doen in het donker. Dit is Boca. Dit is Papagayo. Pikkie donker. Een goeiemorgen! Ja, wij zijn weer up and running. Nou, nog niet running, maar wel up.
Het is vrijdagochtend en gisteren is de stroom uiteindelijk om 11:15 weer aangegaan. We waren echt in extase toen de stroom er weer op kwam. Nou, ik ga je eens lekker een boulet drinken. En die crème fraîche die daar open staat, die kan weg. Ja, die moet wel even weg. Nou, daar valt het mee, de schade. Valt mee. Deze. Die kan komen. Ja. Nee joh, die kan ook gewoon zonder koeling hoor. En ik heb jullie laatst verteld over mijn fotoprojectje. Ik ben nu bezig met mijn website. Maar ik heb dus al morgen mijn eerste klus. Dus ik ga nu lekker alles even opladen en klaarmaken. Zodat ik morgen gelijk kan beginnen met foto's maken voor iemand zijn, ik denk Airbnb. In ieder geval voor de verhuurs. Dat is super leuk. Italië, een hoge plek in de finale zondag. Dit is hoofdstelling sinds 2018. Jij bent zenuwachtig, hè? Ja, jongens, het is vandaag woensdag en ik heb vandaag al weekend, tenminste net. Want wij gaan morgen lekker naar Contiki, een paar dagjes even genieten voordat Sean weer aan de bak moet. Wat trouwens wel weer wordt uitgesteld met 2 tot 4 weken, want ja, we zijn wel op Curaçao. En we gaan nu de Nations League halve finale kijken en Sean kijkt er al 2 weken naar uit. Die is helemaal excited, die heeft ook helemaal een shirt aangetrokken. Een 1-1. Goedemorgen. Nou, Nederland heeft dus verloren. maar vanmorgen werd ik ineens wakker om rond 1:00 of 6:00. Omdat het wat warmer werd in de kamer. En verrek, de airco was weer uit. En toen keek ik naar het lampje van de tv en die was ook uit. En toen even later werd Jean ook wakker. En toen bleek er weer een lekout te zijn. Dus het komt goed uit dat we vandaag naar Contiki gaan. Haha, we zijn er. Douche. Wat? Zo, ik zeg toch gewoon hoe de kamer eruit ziet. Douche, wat? Zo, we hebben net lekker gezwommen daar. Nu gaan we eten bij de Mexicaan. Om 4:30 werd er dus bekend dat alle wijken de stroom hadden, waaronder Jan Tiel. Dus ja, het heeft alsnog weer 9 uur geduurd. En ik ben blij dat we hier zitten. We zijn weer terug van uit eten en we gaan nu een film kijken en even een maskertje doen en dan lekker slapen. Kuttige klapperneker. Wat? Kijk naar mijn wallen. Ja, echt geen oog dicht gedaan. Ja, dus goedemorgen. We zijn wakker geworden vroeg en we hebben slecht geslapen. Ja. Omdat we dachten dat de airco tikte. Maar ja. Op een gegeven moment dacht ik van, iedere keer als een windvlaag komt, dan lijkt het wel de deur te zijn. Alsof dit gewoon niet goed zit of zo. Of het slot. En toen dacht Sjan ineens, misschien is het wel gewoon dat niet storen bordje wat we alvast gisteravond hebben opgehangen. Want ze beginnen met schoonmaken om 8:00 en ja. Wat denk je? Ja hoor, dat is hem. Kutting. Oké, wij gaan naar het ontbijt. Ik heb gedroomd dat het ontbijt helemaal kut was. Dus ik hoop niet dat het tegenvalt. Dat is dus echt gewoon mijn angst, hè, dat het ontbijt tegenvalt. En daarna gaan we naar het strand. Dus ik neem niet mijn camera mee. Nou, we zijn terug. Hals over kop, terug van het strand. Ik had net 1/2 uurtje gezwommen aan de andere kant van Mambo Beach. En toen kregen we een berichtje van Anouk dat wij om 6:00 bij Bonita moeten zijn. Daar nog uit eten. Het is nu 6:00. Ja, oh, hij gaat slapen.
gisteren hebben we bij Bonita een drankje gedaan bij Happy Hour. En zijn we gaan eten bij de Greenhouse. En ik had eindelijk een keer sushi om te delen met Anouk. Dus toen gingen we eigenlijk richting huis. Probeerden we te slapen. Maar ondanks dat we helemaal achteraan in het resort zitten vanwege de muziek, toch hoorden we het nog tot dik na tweeën. Dus als je echt voor je rust komt, dan is dit niet de beste plek voor jou. Nou, dit kan je dus kiezen. Ja hoor, we hebben weer patat. Goedemorgen. We krijgen zo meteen het ontbijt. Lekker op de kamer. En onze koffer is alweer gepakt, want we gaan zo meteen alweer. Ja, breakfast is served. Kijk nou even hoe dit eruit ziet, joh. Echt top. Wij gaan zo uitchecken. We zijn nog even voetbal aan het kijken, maar het is echt heel slecht. Ik ga zo bij het zwembad liggen en ik ga mijn camera opbergen, dus jullie zien mij later weer. Nou jongens, inmiddels zijn we alweer een paar dagen thuis. Ik heb helemaal niet meer gefilmd dat we weggingen. Mijn haar zit echt verschrikkelijk, want we gaan dus zo naar de kapper. Vanavond gaan we uit eten bij Omundo in Suikertuin. En dit is mijn lunch. En daarna gaan we mijn bril dus proberen te maken, want daar heeft Sean op gezeten. Nou, we zijn bij de kapper geweest. We zien er weer helemaal mooi uit. En mijn zonnebril, oh die ligt al in de auto, maar die is weer helemaal goed gezet bij de Pearl. Echt een hele aardige jonge man. Ik wil hem adopteren. Sean wil het weer adopteren. Ja. Smakelijk baby. We hebben een nieuwe tent ontdekt. Ja, het ziet er echt leuk uit. Nou, het nog lekker is. Ja. Het ziet er echt super leuk uit. Echt een beetje Amerikaans. Met de bestelbox. Zo in één. Die regen, hè? Mm-hmm. Oh, het is niet meer mooi bij jou, maar het ziet er wel goed uit. Ja hoor. We zijn weer bij Hato. En niet omdat we op vakantie gaan. Niet we, maar wel Sjanne. Ik ga haar wel weer eens afzetten voor de tweede keer dit jaar. Goed, we waren dus net bij Grills Food Station, een nieuwe tent. En het was echt super lekker. En gewoon heel erg leuk gedaan. Dus zeker een aanrader. Het is vlak bij Hato, dus als je gaat vliegen daarvoor kun je daar mooi even eten. Ik was voor het eerst bij het betaald parkeren. Want de vorige keer werd ik weggestuurd op het kort parkeren. Dus ik dacht dat ik bij de slagboom kon betalen. Maar dat kon helemaal niet. Je moest blijkbaar bij de arrivals betalen. Dus ik kom weer terug. Het is weer het eind van de maand. En dat betekent het eind van deze video. Als je hem leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En tot de volgende video.